Dit jaar werden 29 inwoners van de gemeente Land van Kuik tijdens Lintjesregen 2024 geëerd met de koninklijke onderscheiding. Burgemeester Marieke Moorman heeft in naam van Zijne Majesteit de Koning de onderscheidingen uitgereikt in de Weijer in Boksmeer. Alle 29 inwoners werden benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Kijk hier naar een compilatie. Nou, dames en heren, daar bent u dan. Hartelijk welkom op deze 26e april, de dag voor Koningsdag. Welkom in deze prachtige locatie, de Weijer in Boksmeer. En ook een welkom aan alle mensen die thuis meekijken. En natuurlijk een heel speciaal woord van welkom aan de mensen hier rechts van mij. Het draait vandaag om u. Ja, ik hoop dat de spanning een beetje is gezakt. Want ja, waarom bent u hier vandaag? Volgens mij bent u onder diverse valse voorwenselen en smoezen door familie en vrienden hier naartoe gelokt. Ik heb er net al een paar van u gehoord. Het leek soms wel de firma List en Bedrog. Excuses daarvoor, maar dat is echt gebeurd met de beste bedoelingen. Want we wilden u echt verrassen vandaag. En nogmaals, heel erg fijn dat u er allemaal bent. Want zoals gezegd, het wordt een hele bijzondere ochtend. Vandaag zijn we hier namelijk bij elkaar bij de zogenaamde algemene gelegenheid. En dat is een wat formele benaming voor wat in de volksmond de lintjesregen heet. Elk jaar wordt traditiegetrouw bekend dat koning Willem-Alexander aan inwoners in heel Nederland koninklijke onderscheidingen heeft toegekend. En als u in aanmerking komt voor zo'n onderscheiding, dan mag u daar gerust, nee eigenlijk moet ik zeggen, dan moet u daar trots op zijn. Want het is immers de koning zelf die de onderscheiding per koninklijk besluit toekent. En de gedragen woorden, het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd, houdt dit ook in. Dames en heren, in onze gemeente Land van Kuik zijn er heel veel mensen die zich met veel passie en energie inzetten voor de samenleving. Soms staan mensen volop in de schijnwerpers, maar heel vaak zijn het ook de stille krachten die de vele activiteiten mogelijk maken. Meestal staan ze in alle bescheidenheid voor anderen klaar. En je hoort over hen wel eens fluisteren, die zou een lintje verdienen. Een koninklijke onderscheiding is voor mensen met bijzondere verdiensten voor onze samenleving in het algemeen en die voor Land van Kuikse gemeenschap in het bijzonder. En vandaag heb ik de eervolle taak om aan een aantal inwoners van de mooie gemeente Land van Kuik een koninklijke onderscheiding uit te reiken. Dames en heren, uw aanwezigheid hier staat in een lange traditie. Het huidige decoratiestelsel bestaat al meer dan 200 jaar. En zo is Zijne Majesteit de Koning grootmeester van de orde en kent de koninklijke onderscheidingen toe aan bijzondere Nederlanders. En hij doet dat niet zomaar. Mensen die een decoratie ontvangen hebben een ontzettend lang cv met allerlei activiteiten, vaak vrijwillig. En ook de commissaris van de Koning en ikzelf beoordelen de aanvragen. Dat gebeurt aan de hand van criteria waarbij de maatschappelijke uitstraling en de betekenis van de bijzondere verdiensten belangrijk is. De achterliggende reden van de onderscheiding is dus eigenlijk nog veel belangrijker en een goede reden om er trots op te zijn.
Het gaat in alle gevallen om mensen die zich op de een of andere manier hebben ingezet voor onze samenleving. Op allerlei gebieden. Cultureel, maatschappelijk, politiek, sport, noem maar op. Kort gezegd, het gaat om inwoners die een samenleving nodig heeft, die de maatschappij rijker, warmer en mooier maken. Het gaat om mensen die hun talenten en interesses belangeloos inzetten voor ons allemaal. En belangrijk is dat een onderscheiding niet wordt toegekend om wat u bent, maar om wie u bent en wat u doet. Uw vaak jarenlange inzet en betrokkenheid voor onze maatschappij maken wij vandaag zichtbaar. En vandaag is het dus feest, om u en door u. In mijn toespraken zal ik dankbaar gebruik maken van citaten afkomstig van mensen die de gedecoreerde goed kennen, omdat deze precies weergeven hoe de gedecoreerde wordt gezien. Dames en heren, met plezier en genoegen ga ik nu over tot de uitreiking van 13 koninklijke onderscheidingen. En we hadden vanochtend al een sessie en daar heb ik al 15 mogen uitreiken. Goed, en er is altijd iemand de eerste. En ik zal hem eerst omschrijven en dan denk ik dat hij wel weet dat hij daarna naar voren mag komen. De volgende persoon zingt graag en wordt omschreven als proactief. Een echte go-getter die niet te beroerd is om de mouwen op te stropen en iets voor elkaar te krijgen. Daarnaast is hij sociaal, loyaal, verbindend, doortastend, vastberaden en overtuigend. Ik heb het over de heer Joris Remme uit Wanrooij. Komt u maar naar voren met uw echtgenote. Goed, meneer Remme. U bent 13 jaar voorzitter geweest van de handboogschutterij Landmans Eendracht in Wanrooij. Ook was u gedurende 12 jaar presentator van de pronkzittingen bij de carnavalsvereniging De Padden te Wanrooij. Vanaf 2011 bent u lid van het kerkkoor Cantemus Domino in Wanrooij en verzorgt u de muziekstukken. Ook bent u ruim 3 jaar actief als lector en acolyet bij de Heilige Missen in de kerk van Wanrooij. Meneer Remme, u heeft een mooie vrijwilligerscarrière en nog steeds bekleedt u diverse bestuursfuncties. Ik geef een opsomming en ik hoop dat ik daarmee ook volledig ben. Vanaf 1993 was u bestuurslid van de wildbeheereenheid Oplo Wanrooij. Vanaf 2013 voorzitter van en vrijwilliger bij de KBO Wanrooij. Vanaf 2020 voorzitter van de commissie Teambiljart Senioren Mil. En vanaf 2021 bestuurslid van de KBO Kring Land van Kuik. Daarnaast was u 11 jaar voorzitter van de Stichting Welzijn Ouderen Sint-Antonis en van Seniorenraad Sint-Antonis. Dit was het overkoepelende orgaan van alle KBO-afdelingen in de voormalige gemeente Sint-Antonis. En deze seniorenraad werd per 1 januari 2023 de Stichting Welzijn Ouderen en ook daar bent u nu voorzitter van. Over u wordt het volgende geschreven. Joris is al meer dan 10 jaar het gezicht van het ouderenbeleid. En wie ouderenbeleid zegt, zegt Joris. In de omgang met anderen heeft Joris altijd respect getoond en zijn motto is altijd geweest: eerst luisteren, dan praten. Meneer Remme, vandaag hoef u alleen maar te luisteren. U wordt omschreven als een voorbeeld voor vele anderen. Het heeft zijn majesteit de koning behaagd u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. En ik ga u de versierselen nu opspellen. De aanstaande decorandus wordt omschreven als een zeer correcte, integere en kordate man. Hij heeft financiële skills en staat nooit op de voorgrond, maar regelt alles achter de schermen. Ik heb het over de heer Piet-Jan van Kempen uit Fortemulhem. Komt u maar naar voren. Eentje verder. Ja, zo ja. Prima. Helemaal goed. Meneer van Kempen, u was 8 jaar penningmeester van de volleybalvereniging Advendo in Fortemulhem.
Deze mooie naam, Advendo, is de afkorting van aangenaam door vermaak en nuttig door ontspanning. Daarnaast was u lid van diverse commissies. U was 26 jaar bestuurlijk actief voor de fanfare Sint Cornelius te Fortemullen. Als penningmeester was u 20 jaar onder andere verantwoordelijk voor de aanschaf en het onderhoud van de muziekinstrumenten. Eveneens bent u 7 jaar bestuurslid geweest van carnavalsvereniging De Plekkers te Fortemullen. Vanaf 2006 bent u penningmeester van de stichting MNA. Deze stichting beheert de financiële reserves van de fanfare Sint Cornelius te Fortemullen. Ook bent u vanaf 2014 penningmeester van de stichting MFA Knillis te Fortemullen. Deze stichting beheert de multifunctionele accommodatie in de voormalige Sint Corneliuskerk. Prachtig gebouw, ik heb het al van binnen mogen zien. En de naam Knillis werd bedacht door de inwoners van Fortemullen en is natuurlijk een verbastering van Sint Cornelis, de beschermheilige van de voormalige kerk en patroon van een aantal verenigingen uit Fortemullen. Tot slot heb ik ook voor u een mooi citaat van een ondersteuner. Pieter Jan is een kundig bestuurder die zijn rol kent en die met verve invult. Pieter Jan is geen draufganger of extraverte man, maar juist iemand die in een bestuur en vereniging belangrijk is en zorgt voor de nodige Haarlemmerolie. Meneer Van Kempen, u maakt zich voor de gemeenschap al jarenlang bijzonder verdienstelijk. Het heeft Zijne Majesteit de Koning dan ook behaagd u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. De volgende actieve man is een fervent fietser die het erg belangrijk vindt dat senioren zo lang mogelijk veilig aan het verkeer deelnemen. Tot op de dag van vandaag is hij voor diverse organisaties actief en hij organiseert fietstochten voor de Sambeekse senioren. Dit houdt me jong, is zijn gevleugelde uitspraak. Ik heb het over de heer Jan van Dijk uit Sambeek. Komt u maar naar voren met uw echtgenote. Meneer Van Dijk, om maar meteen vrij uit te spreken. Ruim 15 jaar bent u voorzitter geweest van naturistenvereniging Vrijuit in Venraai. Tot 2022 bent u voor deze vereniging actief geweest. Want meneer Van Dijk, ik hoop dat ik het mag zeggen, u werd toen 80. Eveneens bent u 25 jaar de coördinator van landelijke collecten voor de Nierstichting voor de regio Sambeek. Daarnaast bent u ruim 20 jaar een sportieve en betrokken begeleider voor diverse mensen die woonachtig zijn binnen zorgcentrum Pantijn, locatie Madeleine Boksmeer. Eveneens bezoekt u vanaf 2005 wekelijks een rolstoelgebonden man. En enkele keren per jaar nemen u en uw vrouw deze man mee voor een dagje uit. Voor onze lieve vrouwenparochie Sambeek Boksmeer verricht u vanaf 2006 verschillende vrijwilligerswerkzaamheden. Vanaf 2010 bent u koster en heeft zich al die jaren vooral ingezet voor het beheer en onderhoud van de kerkgebouwen. Daarnaast heeft u 2 jaar bijgedragen aan de ontmanteling van de kerk in Sambeek. Er komt iets moois voor terug, hè? Nu nog steeds coördineert u de onderhoudsploeg van het kerkhof in Sambeek. Ik had het zojuist over de Sambeekse senioren. U bent al vanaf 2010 bestuurslid van seniorenvereniging Sambeek. En dat was voorheen de KBO. En u bent initiatiefnemer voor de e-bike cursus voor senioren. Daarnaast bent u al geruime tijd als vrijwilliger voor zorgcentrum Sambeek actief. En daarbij past het volgende citaat. Jan van Dijk is in 2016 bij ons begonnen als vrijwilliger. Wat ons direct opviel was zijn bevlogenheid en passie voor een ander iets kunnen betekenen en hier ook de tijd telkens voor vrijmaken, dat siert Jan. Mooier kan ik het niet verwoorden. Heel terecht wordt uw inzet voor de maatschappij vandaag beloond.
Want het heeft zijn majesteit de koning behaagd u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Ik begin weer met een citaat. Op een van de mooiste dorpsgezichten van Boksmeer woont deze man al lang met zijn gezin. Hij woont in de monumentale pastorie en beheert vandaar de protestantse kerk, de tuin en het kerkhof. Dat doet hij met zijn vrouw op professionele wijze. En ik heb het natuurlijk over de heer Jan de Bruin uit Boksmeer. Komt u maar naar voren. Meneer De Bruin, u bent met 3 andere bestuursleden medeoprichter van de in 1989 opgerichte stichting Johan Winkels Kerkorgelfabriek Boksmeer. Ja, we gaan lang in de tijd terug. Door u wordt al 35 jaar samen met 3 anderen onderzoek gedaan naar voorkomende werkzaamheden in Nederland en Duitsland van deze in het verleden in Boksmeer gevestigde kerkorgelfabriek. De agenda, het repertorium van de orgelfabriek, ontbreekt namelijk, waardoor er zeer veel tijd in onderzoek gaat zitten. U bent eveneens penningmeester en een onmisbare technicus van de stichting. Sinds 1992 bent u beheerder en toezichthouder pastorie, kerkgebouw, overige ruimtes, tuin en kerkhof van de protestantse gemeente in Boksmeer. Als beheerder van al deze gebouwen staat u 7 dagen per week klaar voor alle voorkomende werkzaamheden. Vanaf 2006 bent u ook lid van het College van Kerkrentmeesters. Dit college zorgt ervoor dat de kerk financieel rendabel blijft. Eveneens heeft u ongeveer 2 jaar de administratie van de begraafplaats verzorgd. En nog steeds zorgt u voor de aansturing van het onderhoud en helpt u wekelijks mee. Verder bent u al 16 jaar betrokken als vrijwilliger bij het Kasteelmuseum in Boksmeer, waarbij u groepen rondleidt binnen het kasteel. En daarnaast verricht u klusjes voor de zusters van het kasteel. Tot slot nog een stukje geschiedenis. De protestantse kerk aan de Veerstraat in Boksmeer heeft het oudste orgel. Het orgel werd gebouwd in 1873 en rond 1920 kwam het orgel in de kerk te staan. Tot 2018 ontbrak een belangrijk orgelregister, de Vox Humana. Deze menselijke stem was van meet af aan in het orgel voorbereid, maar nooit geplaatst. U bent mede-initiator geweest om het orgel compleet te maken met het Vox Humana 8 VT-register. En ik hoop dat u begrijpt wat ik daarmee bedoel. In 2018 is door uw inzet dit aangekochte register samen met ander groot onderhoud in het orgel geplaatst. Daarnaast bent u 3 jaar als lid van de stichting Bing behulpzaam bij lokale viering van internationale en of nationale gebeurtenissen, daar staat Bing voor, betrokken geweest bij de viering van 70 en 75 jaar vrijheid Boksmeer. Meneer De Bruin, u wordt omschreven als onbaatzuchtig, zeer rustig, deskundig en met veel technische kennis. U betekent veel voor onze samenleving. En het heeft daarom zijn majesteit de koning behaagd u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. De volgende vrouw heeft samen met haar man een boerenbedrijf gerund en ze houdt van bloemen en planten. Ze heeft een groot sociaal hart en in 1992 werd ze benoemd tot ere te sterke Rinneke. Ik heb het over mevrouw Maria van den Oevernooyen uit Westerbeek. Komt u maar naar voren met uw echtgenoot.
We gaan dadelijk uitleggen waar de consternatie vandaan komt. U mag op de 1 plaatsnemen. Dat is daar. Ja, en dan uw man ernaast. Maar u liefst zo dicht mogelijk bij mij, want dan kan ik u goed in de ogen kijken. Wilt u aan de andere kant? Maar ik ga even helpen. Nou, zo is het helemaal goed. Mevrouw van de Oevernooijen, u bent 19 jaar actief geweest voor de Westerbeekse Dorpsraad. Nu beter bekend als dorpscoöperatie Samen 1 Westerbeek. U bent destijds 3 jaar voorzitter geweest. Ook bent u al 20 jaar actief voor de KBO Westerbeek en ook als interim voorzitter. Daarnaast bent u ook al vanaf 1985 betrokken bij de kerk, deelparochieraad Heilig Hart van Jezus te Westerbeek. U verzorgt wekelijks de woordcommuniediensten en u verzorgt al ongeveer 40 jaar de bloemen en andere versieringen in de kerk. Ook poetst u 2 maal per jaar samen met andere vrijwilligers het kerkgebouw. Vanaf 2013 bent u gastvrouw tijdens de vrijdagmiddagbijeenkomst Samen op de Koffie. En de naam zegt het al, elke vrijdagmiddag komen ouderen voor een praatje in de huiskamer onder het genot van een kopje koffie. Eveneens bent u lid van de werkgroep Zorg en Welzijn Huiskamerproject op de Koffie. Dit ouderontmoetingspunt in Westerbeek richt zich op participatie en maatschappelijke zelfstandigheid van kwetsbare ouderen in Westerbeek. U wordt als volgt omschreven. Maria is een zeer verantwoordelijke vrijwilliger. Samen met haar man Martin betekenen zij heel veel voor het kerk zijn in onze geloofsgemeenschap, maar ook voor het kerkgebouw dat een centraal punt vormt voor het dorp Westerbeek. Door haar vrijwilligerswerk betekent Maria heel veel voor de totale gemeenschap. Maria is bescheiden en heeft veel respect voor haar medemens. Mevrouw van de Oevernooijen, vandaag hebben wij heel veel respect voor u, want het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Dank u wel. Maar blijft u vooral nog even staan. Want ik begreep de consternatie, want volgens mij dacht u dat u hier was voor een lintje voor uw man. Dat is ook zo. Dat is ook zo. Ja. Als u weer even terug wil keren naar plek 1. Iets meer die kant op, nog gewoon op het stickertje gaan staan. Ja, dan is het helemaal goed. Want dan ga ik uw man toespreken. En ze doen mij wat aan, want de eerste zinnen zijn in het dialect. En nou ben ik een Limburgse die prima Limburg spreekt, maar ik weet niet of ik het Westerbeeks goed uitspreek. Maar we gaan het gewoon proberen. Dit jaar hebben we weer iemand gevonden die zich op verschillende manieren met het Tusriek het verbonden. Hij is dan ook als NTUS-sterker geboren en het dan ook al duk van zich laten horen. Dit is een korte passage uit het gedicht dat werd voorgelezen in 2011, toen u, meneer Martin van de Oever, tot eretussteker van Westerbeek werd benoemd. Allereerst wil ik u ook nog feliciteren met uw verjaardag, want 5 dagen geleden werd u, mag ik het onthullen? Ja, 80. U wordt omschreven als een bescheiden man die niet zelf aast op de rode loper. U voelt zich al meer dan 60 jaar als een vis in het water bij toneelgroep Westerbeek, want vanaf 1961 bent u al lid. Eveneens bent u 20 jaar lid van de KBO in Westerbeek. En ook heeft u 8 jaar als chauffeur op de buurtbus gereden bij buurtbusvereniging in Wanrooi. Daarnaast bent u 25 jaar lid van de parochie Maria, moeder van de kerk. U werd voorzitter van de deelparochieraad Westerbeek en zorgt tot op de dag van vandaag voor de organisatie van de bijeenkomsten. Ook voor u heb ik een toepasselijk citaat. Martin is een zeer verantwoordelijk, gedreven vrijwilliger die veel betekent voor het kerk zijn in de geloofsgemeenschap, maar ook voor het kerkgebouw dat een centraal punt vormt in het dorp Westerbeek. Door zijn vrijwilligerswerk betekent Martin heel veel voor de geloofsgemeenschap.
Hij is een bescheiden persoon die ook echt met iedereen overweg kan. Voor deze goed gemutste Martin, gemoedelijk, gezellig, gedreven, enthousiast, bescheiden, oplossingsgericht, zonder bombarie, vragen wij graag een koninklijke onderscheiding aan. Waarom? Gewoon omdat hij het dubbel en dwars verdient. Volgens mij is dit, ja, u mag dadelijk klappen, want er komen nog twee zinnen. Dit is prachtig verwoord en volgens mij heeft u vandaag letterlijk dubbel feest, want het heeft zijne majesteit de koning behaagd u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. De volgende vrouw houdt van bloemen. Ze is vrijwilliger van het jaar 2023-2024 en heeft een groot zorghart. Ze is zeer begaan met alle verenigingen uit haar dorp en regelt bijeenkomsten tot in de puntjes. Ik heb het natuurlijk over mevrouw Corrie Schilderink van de Broek uit Landhorst. Komt u maar naar voren. Iets meer die kant op. Ja, fijn. Dank u wel. Nou, mevrouw Schildering, ik had het over een groot zorghart. Want u bent al vanaf 1988 als mantelzorger actief voor uw man, uw zoon en uw schoondochter. Daarnaast heeft u ruim 30 jaar hand- en spandiensten verricht bij parochie Heilige Paulus te Landhorst. Ook bij dorpshuis Het Stekske in Stevensbeek zorgde u 7 jaar voor de versieringen. Nog steeds bent u als vrijwilliger actief bij dorpshuis Het Wapen van Wanrooij. Vanaf de oprichting van de stichting Platform Gehandicapten Sint-Antonis, PGSA, op 3 november 2003 bent u lid van het bestuur van deze stichting. Op dit moment bent u de voorzitter. Het platform zet zich in om iedereen zo volwaardig mogelijk deel te laten nemen aan de samenleving. Vooral die mensen die dit door een beperking moeilijk of alleen met ondersteuning kunnen. Binnen het bestuur zet u zich onder andere in voor de toegankelijkheid van gebouwen en openbare ruimte, zodat ook iemand met een beperking maximaal kan deelnemen aan de samenleving. Ook vertegenwoordigt u het PGSA bij lokale en regionale overlegvormen. Een bijzondere taak van u is het organiseren van de Dance Party. Een maandelijkse bijeenkomst voor jongeren met een beperking en die organiseert u al ruim 15 jaar in Oelbroek in Sint-Antonis. Vanuit PGSA zit u ook in de stichting Toegankelijk Land van Kuik. Dit nieuwe platform heeft u in 2022 mede opgericht. Voor u heb ik ook een citaat. Naast deze gewone taken is Corrie ook degene die sowieso betrokkenheid toont bij iedereen. Corrie staat voor iedereen klaar als dat nodig is. Mevrouw Schildering van de Broek, vandaag sta ik graag voor u klaar, want het heeft zijne majesteit de koning behaagd u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Dames en heren, dan is het even tijd voor een muzikaal intermezzo. Zangeres Anneke Michiels en toetsenist Robert Lemmens, die maken al meer dan 15 jaar samen muziek met de vocal group Angels Rule. En ook spelen zij als duo regelmatig op huwelijksceremonies en andere gelegenheden. Be there.
De volgende persoon wordt omschreven als een vriendelijke, zorgzame, collegiale, maar zeker ook kordate vrouw. In haar vorige woonplaats Stevensbeek was zij een paar jaar AED-vrijwilliger. Ze woont nu in Oplo en is nog steeds erg actief. Ik heb het over mevrouw Ans Hofmans-Schepers. Komt u maar naar voren. Je ziet mensen dan kijken, dit gaat over mij. Leuk. Mevrouw Hofmans-Schepers, u bent 12 jaar lid geweest van de parochieraad van de voormalige parochie Sint-Jozef de Stevensbeek. Naast de vergaderingen verricht u allerlei hand- en spandiensten voor deze parochie. Daarnaast bent u ook al bijna 40 jaar vrijwilliger van de vrouwenvereniging EVA's, Eigentijdse Vrouwenactiviteiten Stevensbeek. Mooie afkorting. Vanaf 1999 bent u penningmeester van deze vrouwenvereniging. Vrouwen worden er met elkaar verbonden door persoonlijke ontmoetingen, gedeelde interesses en activiteiten, om zo samen het verschil te maken voor een inclusieve samenleving. Momenteel is het een zelfstandige vereniging en het ledenaantal groeit. Bij de fusie in 2015 en het zelfstandig worden van deze vrouwenvereniging was u betrokken bij het medeopstellen van statuten en het huishoudelijk reglement. Ook bent u 9 jaar penningmeester geweest van de basisschool Pater Eymar te Stevensbeek. Tijdens de uitbreiding van deze school was u als penningmeester actief voor een tijdelijke commissie. Nog steeds bent u vrijwilliger bij het Maasziekenhuis Pantijn in Beugen. Als brancardier vervoert u ruim 10 jaar wekelijks patiënten met een bed of rolstoel binnen het ziekenhuis. Ik eindig met een mooi citaat. Gezien bovenstaande opsomming is het bestuur van Eigentijdse Vrouwenactiviteiten Stevensbeek overtuigd dat een aanbeveling voor het uitreiken van een koninklijke onderscheiding aan mevrouw A. Hofmans-Schepers op zijn plaats is. Mevrouw Hofmans, het doet me genoegen u mede te delen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. De volgende toegewijde vrijwilliger is de grote organisator van een jaarlijkse rommelmarkt en heeft een groot carnavalshart. Hij was lid van de Raad van Elf, Vorst en Prins en is in 2014 benoemd tot erevoorzitter. De heer Arnold de Wit uit Landhorst, ik heb het over u. Komt u maar naar voren. Meneer de Wit, ik had het al over een groot carnavalshart, want u heeft diverse functies bekleed bij carnavalsvereniging De Peelleuters in Landhorst. U was 13 jaar bestuurslid en u bent 6 jaar voorzitter geweest van de carnavalsvereniging. U was mede-organisator van activiteiten, waaronder het Prinsenbal en het Ouderenbal. Verder was u lid van de optochtcommissie en verzorgde u onder andere de veiligheidsinspecties van de carnavalswagens. Dan ben ik als burgemeester heel blij mee dat er mensen zijn die over de veiligheid waken. U bent 9 jaar vorst geweest. Sinds 2003 bent u lid en vanaf 2009 voorzitter van de rommelmarktcommissie. In 2014 bent u vanwege uw grote verdiensten benoemd tot erevoorzitter. Ook bent u 8 jaar vrijwilliger geweest bij de vereniging Peelbelang Landhorst, VPL. U was 8 jaar lid van de commissie Landhorst 50 en Landhorst 75. U organiseerde in 1995 een groot dorpsfeest ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Landhorst. Helaas kon het grote dorpsfeest ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan in 2020 niet doorgaan. En we weten allemaal waar dat aan ligt als gevolg van de coronapandemie. Sinds 2011 bent u bestuurslid en vrijwilliger van Dorpshuis de Stek. Uit een betrouwbare bron heb ik vernomen dat u kundig en technisch erg goed onderlegd bent. Nou, hij trekt het zelf in twijfel, maar als anderen het zeggen is het altijd waar. Dus zo zorgt u ervoor dat alle technische mankementen opgelost worden en de installaties goed draaien. En ook voor u heb ik een treffend citaat. Als bestuurslid is Arnold erg betrokken.
En hij verwacht van de medebestuurders en vrijwilligers van de STEC dat zij zich maximaal inzetten om ons dorpshuis optimaal te laten functioneren. Hij gaat daarbij de eventuele confrontatie niet uit de weg en weet mensen te enthousiasmeren. Ook al legt Arnold de lat voor zichzelf en andere bestuurders hoog, hij is sociaal en weet anderen te motiveren om net dat laatste stapje te zetten. Meneer De Wit, vandaag zetten wij ook dat laatste stapje. Vanwege uw maatschappelijke betrokkenheid heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. De volgende persoon wordt omschreven als een echte clubman die kritisch, positief en uiterst betrokken is. Hij heeft financiële vaardigheden en ICT-problemen lost hij feilloos op. Meneer Jacques Willems uit Vieringsbeek, komt u normaal naar voren met uw echtgenoot. Ja, nog eentje. Zo ja, prima. Helemaal goed. Meneer Willems. U bent 10 jaar voorzitter geweest van buurtvereniging Het Makke in Vieringsbeek. Ook was u 13 jaar penningmeester van de stichting Jeugdontspanningsclub Vieringsbeek-Groeningen, beter bekend als Het Jok. Eveneens heeft u veel vrijwilligerswerk verricht bij volleybalvereniging MVC 64 te Maashees. U was trainer, scheidsrechter, redactielid en medeorganisator van toernooien, rommelmarkten en jubilea. Ook hield u de ledenadministratie bij en verzorgde u de interne opleiding voor scheidsrechters. Daarnaast bent u vanaf 1997 secretaris van Stichting Vrienden van de Herleving te Vieringsbeek. Deze stichting is opgericht om sponsorgeld op te halen voor Harmonie de Herleving. Mooi om te vermelden is dat deze Harmonie dit jaar 150 jaar bestaat. Ook bent u al 10 jaar de medebeheerder van gemeenschapshuis Joffershof te Vierlingsbeek. Daarnaast bent u 10 jaar actief als financieel ondersteuning bij de Stichting Welzijn Ouderen Boksmeer. Verder heeft u een grote bijdrage geleverd aan het integreren van de verschillende administraties tot een overkoepelende administratie en aan de harmonisatie van de tarieven in het Land van Kuik. Al 9 jaar bent u als vrijwilliger en ambassadeur actief bij SeniorenWeb, die als doel heeft de digitale wereld begrijpelijk te maken voor senioren. Ook geeft u een computerles of les hoe om te gaan met een mobiele telefoon. En ook voor u heb ik een mooi citaat. Jacques kwam bij een bestuur van het JOC dat toen voornamelijk bestond uit jongeren die wel wat sturing en begeleiding konden gebruiken. En dat was een van de goede eigenschappen van Jacques. Hij was rustig en had een luisterend oor voor de jongeren bij het JOC en in het bestuur. Meneer Willems, u wordt gekwalificeerd als iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd. Daarom heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. De volgende vrouw heeft veel kennis en passie voor muziek. Ze was dirigent van diverse koren en nog steeds is zij een actief lid van het Weijerkoor in Boksmeer. Ze zoekt altijd naar het goede in de collega's en in de mens. En ik heb het natuurlijk over Emilie van der Heijden de Groot uit Zandbeek. Komt u maar naar voren. En u zou met familie een uitje hebben vanochtend, hè? Maar het wordt iets anders. Mevrouw van der Heijden de Groot, uw vrijwilligerswerk begon in Limburg. U was penningmeester van het jongerenkoor Katosh en tot 1981 vrijwilliger bij de parochie Heilige Monulfus en Heilige Gondulfus te Maastricht. Ook was u dirigent van het gemengd kerkelijk koor.
Daarnaast was u 3 jaar vrijwilliger bij de parochie Sint Antonius Abtkerk te Eindhoven. Maar ook in Land van Kuik was u actief. Want u was 7 jaar dirigent van het gemengd jongerenkoor Imemato in Oefeld. Tevens bent u 7 jaar dirigent geweest van het kerkkoor in Fort Mullum. En ook heeft u het jongerenkoor in Boksmeer opgericht en was u gedurende 10 jaar hun dirigent. Verder was u 13 jaar bestuurlijk actief voor de parochie in Boksmeer. Als vicevoorzitter was u onder andere verantwoordelijk voor de fusie met de naburige parochies in Sambeek en Fortemullum. Vorig jaar heeft u afscheid genomen van Onze Lieve Vrouwenparochie in Boksmeer. En ik citeer een passage van pastor Wolbers uit de afscheidsspeech van toen. Kortom, Emily, je hebt als vicevoorzitter een grote betrokkenheid getoond bij het brede scala aan activiteiten dat onze parochie rijk is. Een betrokkenheid die zich niet alleen richtte op de activiteiten zelf, maar ook op de mensen, onze parochianen. Je was altijd bereid om ook echt te luisteren naar hun interesses, hun commentaar, hun wensen en hun ideeën. Mevrouw van der Heijden de Groot, uw maatschappelijke betrokkenheid is niet onopgemerkt gebleven. Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. De volgende vrouw was 18 jaar vrijwilliger bij de politie Brabant-Noord. En ze heeft 13 jaar in Boksmeer gecollecteerd voor het Koningin Wilhelmina Fonds. In tijden van ziekte of ernstige tegenslag vertolkte zij op een hartverwarmende manier het medeleven namens de parochie. Ik heb het over mevrouw Teunissen Bouwhuis. Komt u maar naar voren met uw echtgenoot. Mevrouw Teunissen-Bouwhuis, u bent al 25 jaar vrijwilliger bij de Boksmeerse Vaart. U biedt hulp bij het passen van de kinderkleding en u loopt mee tijdens de processie. De Boksmeerse Vaart is een heilige bloedprocessie en deze trekt al eeuwen, 14 dagen na Pinksteren, door Boksmeer. Samen met gilden en muziekgezelschappen en een groot aantal vrijwilligers is de Vaart een van de belangrijkste culturele evenementen van Boksmeer. En ik was er vorig jaar bij en ik heb mijn ogen uitgekeken. Prachtig. Daarnaast bent u 5 jaar actief geweest voor scholengemeenschap Metameer. Eerst was u duo-voorzitter en daarna werd u voorzitter van de oudere contactgroep van de locatie Boksmeer. Ook bent u tot vorig jaar actief geweest als secretaris van de RK-parochie Boksmeer en later ook als secretaris van de Onze Lieve Vrouwenparochie. Mede door uw inzet en bijdrage als secretaresse is in 2012 de fusie tussen RK Parochie Boksmeer en Sambeek en Fortemullum gerealiseerd. Vorig jaar bent u gestopt met uw vrijwilligerswerk bij deze parochie. En ook voor u heb ik een mooi citaat uit de toespraak die u toen kreeg van pastor Wolbers. Hij zei: "Ik wil jou heel graag bedanken voor jouw integriteit, jouw betrouwbaarheid en jouw echte aandacht voor mensen. Je bent iemand die echt luisteren kan naar de behoeften van anderen en die vervolgens ook nog eens niet aarzelt een ander een helpende hand toe te steken. Met die eigenschappen heb jij als persoon laten zien wat de waarden zijn van onze parochiegemeenschap." Nou, treffender kan ik het niet omschrijven. Mevrouw Teunissen-Bouwhuis, uw maatschappelijke betrokkenheid voor onze samenleving wordt vandaag beloond, want het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. De laatste persoon die ik vandaag in het zonnetje wil zetten was in 1984 Prins van de Huibuken. Hij werd in 2014 onderscheiden met de Heerboer van den Huiakker en in 2011 werd hij benoemd tot erelid van voetbalvereniging SSS 18. Ik heb het over de heer Henk Weerts uit Overloon. Komt u maar naar voren met uw echtgenoot.
Meneer Weerts, u bent 19 jaar actief geweest voor voetbalvereniging SSS 18. In 1966 werd u lid van deze vereniging en in 1983 trad u toe tot het bestuur. Naast uw bestuursfunctie heeft u heel veel nevenactiviteiten verricht in deze vereniging, wat ertoe heeft geleid dat u in 2011 werd benoemd tot erelid. U bent 15 jaar secretaris geweest, 1 jaar actief geweest als waarnemend voorzitter en als waarnemend secretaris. Ook bent u 2 jaar leider geweest. En zoals al gezegd, werd uw inzet beloond met het erelidmaatschap en dat wordt zeer sporadisch toegekend, heb ik mij laten vertellen. Ook heeft u een groot carnavalshart, want u was 11 jaar actief als penningmeester van carnavalsvereniging De Huibuken. Ik had het zojuist over de onderscheiding de herenboer van den Huiakker en deze onderscheiding is voorbehouden aan diegene die zich tenminste 25 jaar op zeer verdienstelijke wijze heeft ingezet voor de Loonse carnaval. Daarnaast bent u 10 jaar bestuurlijk actief geweest voor de seniorenoverloon, voorheen de KBO-overloon. Dit is een actieve vereniging met maar liefst 630 leden. En aan deze functie besteedde u 12 tot 16 uur per week. En ondanks een langdurige revalidatie verricht u nu nog steeds allerlei hand- en spandiensten voor senioren overloon. U wordt als volgt omschreven en ik citeer. In al die jaren was Henk zeer betrokken. Een warm verenigingsmens die ook in lastige bestuursperiodes altijd zijn verantwoordelijkheid nam. Integer, rustig, eerlijk en mabel, gedegen en met veel vakkennis en draagvlak heeft Henk zeer veel voor onze vereniging betekend. Meneer Weerts, u betekent nog steeds heel veel voor de gemeenschap Overloon en uw inzet voor de maatschappij is niet onopgemerkt gebleven. Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dames en heren, ik heb zojuist 13 koninklijke onderscheidingen uitgereikt. Maar ik heb vanmorgen ook met iemand gebeld. Iemand die vanwege vakantie hier niet aanwezig kon zijn. Ik heb het over de heer Peter Koenen uit Oefeld. En hij was aangenaam verrast toen we hem belden. Hij had geen idee dat hem dit in het verre Egypte kon overkomen. Meneer Koenen heeft zich 6 jaar ingezet als voorzitter en als vorst van de carnavalsvereniging Leemknijers uit Oefeld. En daarnaast is hij als voorzitter 8 jaar actief geweest voor voetbalvereniging De Zwaluw in Oefeld. Als grootste activiteit de organisatie van het 100-jarig bestaan van de voetbalvereniging in 2018. Ook heeft hij 9 jaar vrijwilligerswerkzaamheden verricht voor Stichting Jeugd- en Jongerencentrum Mannekino. Verder is hij als voorzitter de drijvende kracht geweest om een nieuwe dorpskrant van de grond te krijgen. En dankzij zijn inzet is dit dorpsblad ook voor de komende jaren gewaarborgd. En nog steeds draagt hij met veel enthousiasme zijn steentje hieraan bij. De heer Koenen is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. En ik zal hem binnenkort de versierselen opspelden. En ik denk dat een applaus voor de heer Koenen ook wel op zijn plaats is. Dames en heren, dan zijn we nu bijna aan het einde gekomen van deze sessie hier. Natuurlijk gaan we dadelijk met elkaar het Wilhelmus zingen. Dat doen wij in de kapel. En daar toosten we natuurlijk dan ook gezamenlijk op de koning. Maar voordat we dat allemaal gaan doen, wil ik graag nog een kort gedicht voordragen dat speciaal is geschreven voor alle gedecoreerden. En het gedicht werd geschreven door Ans van Kessel uit Stevensbeek. Het heet Van Harte. De oranje zon straalt nu voor jou. De loftrompet schalt luid. De vlaggen hangen uit omdat jij met heel je hart belangeloos de handen uitsteekt. Om je medemens nabij te zijn. Veel verder durft te reiken dan je eigen straat. Het dorp ingaat waar je de leefbaarheid versterkt en zorg voor de gemeenschap draagt. Dat heeft Zijne Majesteit behaagd. Om zijn erkentelijkheid te tonen, wil hij jou vandaag van harte met een dankjewel belonen. Proficiat, nogmaals een applaus voor alle gedecoreerden. APPLAUS